Cambuur bij Leo Middelzee wordt mede mogelijk gemaakt door Brandsma, koffie, thee en apparatuur, Balans, onafhankelijke financiële dienstverlening en Bier en Ballen, voor ondernemers die met de factor fun zaken doen met elkaar. Trotse supporters van SC Cambuur. Trainer René Haken, na de kerstdagen zijn jullie eerst met de hele groep lekker een paar dagen naar Spanje geweest. Hoe was dat trainingskamp? Hij doet voorkomen als het een soort van vakantie is, maar dat is natuurlijk niet geweest. Maar wel goede omstandigheden om te werken qua temperatuur en veel met de groep bij elkaar geweest. Veel activiteiten met de groep gehad op het veld. Dus we hebben daarin qua arbeid wat we wilden hebben veel kunnen doen. En dat is altijd prettig, want hier zijn omstandigheden toch anders. Temperatuur, maar ook het veld. Maar ook dat je de spelers niet 24 uur tot je beschikking hebt. Nee, je kunt wat makkelijker misschien ook één op één met spelers gaan praten? Ja, dat is daar zeker makkelijker. Maar aan de andere kant is het ook heel veel andere zaken verdienen ook heel veel aandacht daar. En die gesprekken met spelers zelf, die heb ik al voor de winter gehad. Dus daarin konden we mooi richten weer op het vervolgproces van team. Ja. En zijn jullie dan nu ook klaar voor die tweede seizoen zelf? Ja, je hebt geen keus. Dus, maar goed, uiteindelijk weet je dat nooit. Uiteindelijk is het altijd een graadmeter, zeggen ze dan, de eerste wedstrijd. Maar ja, dat is natuurlijk ook onzin. Want de tweede seizoen zelf gaat ook weer over 19 wedstrijden. En in die 19 wedstrijden moeten wij zorgen dat we beter voor de dag komen als in de eerste helft van het seizoen. Ja, en daar hebben we hopelijk in Spanje een goede bodem voor, een goede basis voor gelegd. Om dat beter te gaan doen. Ja, jullie speelden ook nog een wedstrijd in Spanje tegen KV Mechelen. Hoe was die wedstrijd? Nou ja, wel wisselend. In de zin van we twee verschillende ploegen, twee helften gespeeld. Waarin we de eerste helft, vind ik, goed gespeeld hebben. Maar uiteindelijk ook weer de momenten hebben gehad dat we hadden kunnen moeten scoren, niet gedaan hebben. En dan toch op één moment weer afgestraft worden. Nou, dat is natuurlijk ook wel een beeld wat we hebben gehad in een aantal wedstrijden voor de winterstop. Maar het tweede helft was wat moeizamer. Maar dat kwam ook omdat we spelers op wat onwennige posities moesten laten spelen. Kwam niet te goed aan het voetbal. En anders gewoon moeilijker. Daardoor konden we ook geen resultaat eruit halen. Maar als je kijkt met de totale arbeid die we hebben kunnen leveren. Zowel met training als wedstrijden hebben we daar gewoon goede dagen gehad. Ja, en dan wacht nu komende zondag Sparta. Ga je dan voortbeduren op de wedstrijd tegen MVV en bijvoorbeeld ook tegen KV Mechelen? Ja, Mechelen, maar ook daarvoor nog. Hè. We hebben natuurlijk Twente hier gehad, wat wel een andere wedstrijd was. Maar ook daarvoor nog jong PSV. Ja, dat zijn wel dingen waar je wilt de positieve dingen wilt meenemen vanuit die wedstrijden. Om daar weer mee verder te gaan. En zaken die beter moeten. Om daar weer verder te fine-tunen. Nou, en dat moet uiteindelijk gaan opleveren dat we daarin stabieler, beter worden. En dus ook meer resultaat gaan halen. Ja, ik hoor jouw aanvoerder Robert Schilder net tegen mij zeggen. Dat de doelstelling van de groep is in de tweede seizoenshelft. Om in ieder geval beter te presteren als in de eerste seizoenshelft. Vind je dat realistisch? Nou ja, als je stappen wilt maken, ja, dan zal dat moeten. Dus dat is ook geen keus. Want uiteindelijk hebben we onszelf ook in deze positie gemanoeuvreerd door veel te wisselvallig te zijn. Door wedstrijden onnodig te verliezen. En uiteindelijk ook er te weinig uit te halen. En ja, dan zul je de lat ook hoger moeten leggen. En dat kan alleen maar als de kwaliteit omhoog gaat. En daarom is het ook goed om een speler als Kevin Jansen toe te voegen aan de groep. Want dat is een speler waar de groep beter van wordt. En dat is belangrijk, dat je aan de bovenkant de kwaliteit toevoegt. Sparta, dat is een wedstrijd waar jullie het moeilijk mee hadden afgelopen eerste seizoenshelft. Wat voor ploeg is dat eigenlijk? Nou ja, moeilijk mee hadden, daar druk je nog redelijk voorzichtig uit. Maar volgens mij was dat een redelijke kansloze wedstrijd voor ons. Nou ja, goed, dat was een fase waarin we gewoon het niet goed deden. En uiteindelijk is dit weer een heel andere wedstrijd. Je weet ook niet bij Sparta hoe dat gaat na de winterstop, na een aantal dagen niet bij elkaar geweest te zijn. Dus het begint allemaal gewoon weer opnieuw. Maar laat duidelijk zijn dat Sparta natuurlijk gewoon veel goede spelers heeft. En uiteindelijk een ploeg en een club is die tot eind bovenin mee gaat doen. Dus ja, het is mooi om zo te beginnen, maar het is direct ook een zware dobber. Ja. Zijn zij dan ook de favoriet? Nou, één van de. Want zoals je weet staan heel veel clubs bovenin dicht bij elkaar. En Sparta is daar één van. Dus ze zullen zeker daarin die rol hebben. Ik doelde eigenlijk meer op zondag. Zij zijn hier zondag de favoriet.
Ja, als je kijkt naar de stand van de wedstrijd wel. Alleen wij spelen ook thuis. En wij willen ook in vergelijking met voor de winterstop willen wij thuis ook beter en anders voor de dag komen. Dus dat is voor ons ook iets wat speelt. En waar wij ook de nodige ambitie in hebben.